Het is behoorlijk gênant hoe Tamina Akefi zichzelf ontzettend naar voren schuift als de ex-geliefde van Peter R. de Vries. Na haar documentaire komt er straks ook nog een boek aan over hun liefdesleven. Ze wordt door critici daarom al de nieuwe Rachel Hazes genoemd. Rachel is steenrijk geworden door haar weduwschap slim uit te buiten. Tamina is niet bepaald geliefd bij de nabestaanden van Peter. Ze heeft vooral kwaad bloed gezet door haar toespraak bij de herdenkingsdienst van Peter, vlak na zijn overlijden. Niet gehinderd door de aanwezigheid van Peters ex-vrouw Jacqueline en zijn kinderen Royce en Kelly stak ze haar verhaal af, zei misdaadverslaggever Henk Strootman onlangs. Tijdens die plechtigheid liep Tamina te roeptoeteren dat niet Jacqueline, met wie Peter decennia samen was, maar zij de liefde van zijn leven was. Ik voelde plaatsvervangende schaamte. En niet alleen ik, zo hoorde ik na afloop van de dienst, aldus Henk. Jacqueline de Vries is wars van media-aandacht, maar gisteren dook ze op in een uitgebreid item van RTL Boulevard waarin haar schilderij van Peter werd onthuld. Het is een waardig eerbetoon aan de vermoorde journalist, wiens indrukwekkende nalatenschap nu al geruime tijd wordt overschaduwd door zijn aandachtsbeluste scharrel Tamina. In het schilderij heeft Jacqueline het levenswerk van Peter verwerkt. Ik heb wel er denk ik heel veel in gebracht wat hij gedaan heeft en waar hij voor stond, bijvoorbeeld zijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb het wetboek van strafrecht daarin verwerkt, allerlei leuzen en kreten. Maar ook wat Nederland heeft teruggegeven toen het gebeurde. Royce de Vries, de zoon van Peter en Jacqueline, lijkt in een statement een stevige sneer uit te delen aan Tamina. Vandaag heeft mijn moeder dit bijzondere schilderij van mijn vader onthuld. Mijn ouders zijn ruim 35 jaar getrouwd geweest en tot het laatste moment elkaar steun en toeverlaat gebleven, zegt hij. Het lijkt erop dat Royce duidelijk wil maken dat niet Tamina, maar Jacqueline de grote liefde van Peters leven was. Ze heeft het schilderij daarom niet alleen met hart en ziel gemaakt, maar heeft mijn vader daarnaast op een prachtige manier neergezet, zoals we hem als familie kennen. Daar doet familievriend Kees van der Spek nog een schepje bovenop. Hij zegt aan de desk van Boulevard, Peter was heel trots op Jacqueline altijd, op zijn vrouw. Hij liet ook altijd op zijn telefoon zien wat ze nu weer had gemaakt. Dan moest ik kijken, want Jacqueline maakt enorme schilderijen en fantastisch mooi. Het hing ook bij hem op kantoor. Ook Kees lijkt daarmee flink uit te halen naar Tamina. Hij gaf recent namelijk nog aan dat Peter het werkelijk nooit over Tamina had. Ik heb Peter nauwelijks over haar gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Het schilderij van Jacqueline krijgt een plekje in het museum Beeld en Geluid.